Ook Christophe is een heroïneverslaafde. Hij zit op een keerpunt in zijn leven. Hij is vastberaden om komaf te maken met oude gewoontes en terug iets van zijn leven te maken. Hoe heet uw hondje? Tyson. Tyson? Dat is een bokser. Ik dacht in mezelf, hoe kleiner de hond, hoe groter de naam. Ja. Dus... Tyson. Een braveke, zeg. Een braveke. Ik heb u ook juist gezien met dat hond gaan halen. Ja. Ja. Hoe lang al? Een week. Een week nog maar? Nog maar een week, ja. Dus daarvoor zat je nog aan de heroïne? Ja. Vol een bak. 3 tot 4 gram per dag. 3 tot 4 gram? Dat is, wel, dat is heel veel, hè? Mijn armen zijn in en al bobbels. En... Zie. Littekens. En waarom nu met dat om? Ik kan het niet. Ik kan gewoon niet. Oké, het even is moeilijk. Ik zou liever sterven als ik moet. Zo blijf verder moeten. Zoals mijn dochter wil tegen mij nog spreken. Mijn ouders willen met me spreken. Dat doet pijn. Heb je spijt van wat je gedaan hebt? Met mijn ouders. Ik heb prachtige ouders. Ik zweer dat. Ik heb echt prachtige ouders. Die mensen hebben mij al zeker en mij al 4, 5 kinderen volledig gespannen. Alles, maar ik alles voor mij gedaan. Hun eigen sensen opdoen en toch. Toch wel ik ervan. Het is moeilijk, ja. Ik schaam me.